Even recapituleren. Die Deo Volens krijgt dus aanvallen zo vreselijk dat jullie uit je geheugen de beelden zien opkomen die je jeugd hebben geterroriseerd. Klopt dat? Jawel, als een bus. Jazeker. Dit is natuurlijk een stripplaatje uit de reeks De fantastische avonturen van Isabelle Avondrood van Jacques Tardi. En daar heb ik laatst al een vlog over opgenomen, omdat ik deze reeks aan het lezen was. Ik heb inmiddels 8 van de 9 albums die deze reeks rijk is, gelezen. En ik wou er toch nog even op terugkomen. Ook al is de vorige vlog niet superveel bekeken, maar dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik had toen over hoe gaaf het tekenwerk is van Jacques Tardi. En dat vind ik nog steeds. En ik was wel onder de indruk van de eerste 3 albums. Vooral door het tekenwerk. Niet zozeer door de verhalen, want die zijn een ratje toe van allerlei zaken. Maar erg onsamenhangend. En later albums wordt het nog veel erger eigenlijk. Alsof Tardi de lezer niet heel erg serieus neemt. En eigenlijk gewoon een ootje neemt. Het is een parodie op een avonturen, op de avonturenstrip. Maar dan wel heel erg parodie. Het gaat meer om de mooie tekeningen en de rariteiten en de plotwendingen, dan dat Tardi echt zijn best doet om een goed verhaal te vertellen. Maar wat wel leuk is, dit is namelijk deel Allemaal Monsters. En dat was ik aan het lezen. En dat wilde ik jullie even laten zien. Want Deo Volens, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, is de Crimson, zeg maar, in deze reeks. En inderdaad, als hij toevallen krijgt, dan een aanval krijgt, dan zien mensen opeens de monsters uit hun jeugd tevoorschijn komen. Een soort hallucinatie als het ware. Zomaar ineens, hop, krijgen we onze monsters voorgetoverd, onze kinderangsten. Doet je nog terugverlangen naar het paradijs van de kindertijd, nietwaar? Zegt een van de personages. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, laten we even naar een scène kijken. Hier komen ze binnen in de kunstacademie. Dit is de schurk, die krijgt dan een toeval. Even zo doen. Hoe dat dan gekomen is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan zien opeens andere mensen, doordat hij die toeval heeft, monsters verschijnen. In hun gedachten, zeg maar. De monsters uit hun jeugd. Die zien er echt heel gaaf uit, vind ik. En wat is er nou zo leuk aan? Die zijn allemaal getekend door andere tekenaars. Dus Tardi heeft zijn collega's gevraagd om mee te helpen aan dit album. En al deze mensen doen mee. Maar ook Rachel Tardi zit ertussen. Dat is de dochter van. En Oscar Tardi is de zoon van de stripmaker. Dat is erg leuk. Om die monsters dus te zien. Dus ik zat het te lezen en denk, dat vind ik gaaf. Dus laten we wat van die monsters bekijken in dit album. Nou, deze hadden we dus net al gezien. En iedere keer als dus de schurk mensen tegenkomt, dan verschijnen daar allerlei monsters zoals hier. Dit is echt een hele gave ook. En deze is ook prachtig. Ik vind het een heel leuk concept. Dus er valt een hoop leuke dingen te beleven aan de Isabelle Avondrood. De album van Isabelle Avondrood. Maar niet zozeer het verhaal. Maar dit soort quirky shit is gewoon heel grappig. En dan natuurlijk, zoals ik al eerder benadrukte, de prachtige decors. Want als Tardi één ding goed kan, dan is het wel fantastisch tekenen. Eens kijken of we nog meer monsters kunnen vinden. Ja, hier hebben we er weer 1. Moet je kijken. Ik zal even een plaatje doen. Dan zien we gelijk die andere ernaast ook. Dus hij krijgt weer een toeval. Nou, dat zijn de rapen gaar. En dat roept natuurlijk de vraag op. Wat voor monsters waren jullie bang voor vroeger toen je jong was? Ik keek regelmatig onder mijn bed. 'S Avonds voordat ik ging slapen. Want, daar was ik echt wel. Ik was wel een angstig kind, zeg maar. Zeker als er rare geluiden waren. Maar dit soort monsters had ik dan niet echt voor ogen. Ik weet niet precies. Ik denk gewoon. Alles in de schaduwen leek gewoon eng. En dat is wel grappig, want ik was een groot fan van The Incredible Hulk. Maar kijk, dit is het monster wat Isabelle Avondrood dan ziet. Ook een beetje kinderachtig monster. Ik was groot fan van The Incredible Hulk. Dat is natuurlijk ook een monster. Die vond ik dan niet eng. Eigenlijk. Maar ja. Het zag er ook allemaal niet uit zoals dit, denk ik. Maar het was meer gewoon ja, horrorfilms. En het geluid van horrorfilms was vroeger voor mij heel effectief. Dat maakt je als kind gewoon vaak angstig. Als je een horrorfilm kijkt zonder geluid is het al een stuk minder eng. Maar ik ben wel benieuwd naar wat voor monsters jullie, waar jullie bang voor waren toen die tijd, toen je klein was. En hoe dat er dan uit zou zien. Als Tardi dat zou tekenen. Het is ook wel gaaf trouwens met zo'n onderzeeër door het riool. Dat zie je ook niet elke dag. Nou, wat zien we nog meer? Oh, hier hebben we nog een mooie. Ik bedoel, het monster van Alien vond ik denk ik wel eng toen ik jong was. Dat was echt wel, ja, dat was wel freaky. En het grappige is, dat monster van Alien is eigenlijk gejat door de tekenaars van de X-Men. Nee, dit is de Brood of de Breed. Nee, de Brood heten ze dan ook. En dat ziet er echt uit als Alien. En dat Marvel er ooit mee weg is gekomen, dat is eigenlijk wel bijzonder. Want het is eigenlijk gewoon copyright infringement. Nog een paar monsters. Ja, leuk. Dit is misschien wel de mooiste nog. Ik weet niet, ik denk misschien dat mensen nu tegenwoordig van Terry Baudet dromen of van Donald Trump als ze monsters voorstellen. Dat zou natuurlijk kunnen. Of Ryan Johnson die Star Wars verkracht heeft. Regisseur Ryan Johnson. Zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen monsters. Maar dit is wel een hele gaaf. Dit zou zo... Wat ik ook gave monsters vond was, waren de wezens uit Ghostbusters toen de tijd. Dat vond ik echt... Ghostbusters uit 1984 wel te verstaan. De oorspronkelijke Ghostbusters. Niet, die film die recent is uitgekomen. Hoewel die ook wel gruwelijk was en monsterlijk. Maar dan op een hele andere manier. Gewoon monsterlijk slecht. Dit vond ik ook nog wel mooi. De ansichtkaart van Parijs. Getekend door Tardi. Daar begint het album mee op het schutblad. Met een mooie postzegel. En misschien was je wel iemand die helemaal geen angst had als kind. Dat kan natuurlijk ook. En misschien waren het geen monsters, maar andere dingen. De grote jongens uit de buurt of zo bijvoorbeeld. Waar je bang voor was. Wat ook een legitieme angst is. Vind ik. Maar daar gaat dit album verder niet over natuurlijk. Allemaal monsters. Dat zijn echt ja, monsterlijke verschijningen. Ja, zoals jullie weten hou ik erg van mooie schutbladen. Dit stripplaatje staat niet in dit album trouwens. Maar dit zijn dus de makers van al die mooie monsters die we net hebben gezien. Een erg leuk concept vind ik. Een soort remix. Een samenwerking van allerlei stripmakers. Goed, het allerlaatste album van Isabelle Avondrood heb ik niet gelezen, want dat heb ik niet kunnen lenen. Dat heb ik niet in huis. Dus het laatste album wat ik heb gelezen, dat was Het Geheim der Diepte. Ook heel mooi getekend is weer, maar wat nog, ja, nog weirder is eigenlijk. Met dezelfde binnenplaat. En dat ook weer begint met een mooie opening van Parijs. Dit is een album uit 1998. Volgens mij is in 2007 het laatste album verschenen. En had Tardi wel beloofd dat er nog een album zou komen. Maar Joost mag weten of dat er ooit nog komt eigenlijk. Dat weet ik niet. Wat daar de plannen voor zijn. Ik ben ook niet heel erg rauwig om, moet ik zeggen. Want ik vond het wel leuk om te zien en om te lezen. Vooral, maar niet zozeer dat ik nou denk van wauw, deze verhalen zijn supergoed. Je leert echt iets over hoe de wereld in elkaar zit of zo, weet je wel. Maar goed, dat hoeft niet altijd. Soms is een parodie ook gewoon leuk van avonturenstrips. Het hoeft allemaal niet zo serieus. Anyway, dat wou ik jullie even laten zien. Allemaal monsters. En nee, het is nog een nachtmerrie van Isabelle Avondrood. En ik ben wel benieuwd of jullie een fan zijn van Isabelle Avondrood. En of jullie dat ook leuk vinden, zo'n remix. Zeg maar, dat allerlei stripmakers aan één album werken. Dat is wel een leuk idee in ieder geval. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.